Ja, zeg. Maakt het nou uit? Ja, dat doet toch eens normaal. Oké, hij maakt een foto met een Nokia 3310. Is dit hard? Ja, ja. Het is bijna hetzelfde als mogelijk. Nee, stop. Ik moet nog even zeggen van hallo allemaal. Hallo allemaal. Kunnen we nou nu beginnen? Welkom bij een nieuwe video van Eerbakrol, dat ben ik. En dit is deel 3. Ja. Deel 3 van kleine Milan, Enzo en Jen. Yes. Het zijn weer oude beelden, ik weet niet precies welk jaar. Ik heb net één heel klein stukje gezien om te kijken, want ik heb twee filmpjes om te kijken, wat is er? Niks. Wat doe jij raar? Nee, ik doe niet raar. Ja, doet iets. Jullie zitten weer naar elkaar iets te doen. Ach, heb ik het weer gedaan. Nee, maar Milan wordt er altijd bij betrokken terwijl hij niks doet. Shit, ja. Ga te luisteren. Ik zit gewoon te grinniken. Ja, ik doe niks. Oh, nou ja. Goed, oké. Dus deel 3. En ik heb net 2 seconden van een filmpje gezien. En toen schrok ik me helemaal rot. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En verder weet ik niks. Oké. Okay. Mag ik dan nu doen wat ik wil? Je mag nu op knopje drukken. Van deze hond. Hey, je ziet er hetzelfde uit. Deze waar bij een iPhone. Ja. Deze niet? Je wil hem aan de hand. Zie je hem even? Niet doen. Ik herinner me ineens aan iets. Ik mocht nooit de afwasmachine uitpakken, want ik zette altijd alles verkeerd neer volgens mij. Ja, met oma helemaal gek. Oma had altijd precies een bepaalde indeling met kastjes, van daar moest dat daar en dat glas moest dan links en dat die rechts. Ja, dat maar dat heeft iedereen toch? Nee. Iedereen heeft toch vaste plekken? Ik gooi alles in één ding. Zet jij je glazen altijd op een andere plek? Ja? Ja, heb je dat niet gezien? Je hebt toch gewoon één plek met glazen, één plek met borden, één plek met kommetjes? Nee, bij mij staat het nu allemaal in één kast. Gewoon borden en glazen. Nou, dat is wel raar. Wat is er voor opvoeding, man? Nou, ja, zeg. Maakt het nou uit? Ja. Je weet toch wat staat? Doe toch eens normaal. Je weet toch wat staat? Nee, die zit zo verkeerd dus. Jij wilt uit buiten. Ik wist niet dat er afwasmachines waren al zo lang trouwens. Nou, ja, alsof dit 40 jaar terug is of zo. Nee, maar het is voordat ik geboren ben, toch? Weet ik niet. We gaan maar geen kijken. Nee. We gaan zo meteen zien, denk ik. Zo mooi dat dit ook gewoon gefilmd wordt de hele tijd, oma. Oh. Kijk, kijk, kijk! Oh, je bent zwanger. Oh, wow, dat heb je ons helemaal niet verteld. Nee, wat is dit? Het is hier naast je. Wat? Nee hoor, dat past toch nooit? Kijk dan. Nee, maar hoe lang was je hier? 15 weken, gok ik. 15 weken? 15, nee hoor, 30 of zo. Ik heb geen idee. Hoe lang zit een kind in een buik? Ah, dat weet ik niet. Oh my god, over school gesproken. 9 maanden, maar hoeveel weken? Ze hebben het toch altijd over weken? Ik ben zoveel weken. Nee, ja, het is 40 weken in totaal. Maar jij bleef natuurlijk 42 weken zitten en jij. Ja, oké. Okay. Maar hoeveel was je hier dan? Na 3 weken dan of zo? Nee joh, ik denk... Dat weet ik gewoon, ik weet nog niet hoe dat werkt. Ik denk bijna 30 weken. Want de laatste 10 weken, weet ik, gaat echt hard. Doe je zwangerschapcoaching onder samen? Ja, zeker. Ik heb net met 2 vrouwen gepraat. Gaat aardig goed. Ja, oké. Okay. Ja. Ik denk dat ik hier 5 maanden zwanger ben. Hmm. Ja, we hadden het net over weken. Oh, ja. Ja, wat is dit nou weer? Daarom heb ik het kwijt. Ja, ik denk dat ik daar 22 weken ben. 20. Ja, nee, 20 dan. Ik weet het echt 5,5 maanden dus. 22 weken. Ja, zat ik er een maandje op de helft. Zeg maar op de helft, denk ik. Ik denk op de helft. Ik weet het niet. Dat was geen la. Als je zwanger bent, dan weet je dat allemaal niet meer zo goed. Dat is een mooi moment. Dat is geen la, man. Dat is geen la. Oh, is geen la. Oh, nee, is ook geen la. Maar hij blijft leuk. Ja, dit is echt leuk. Het is ook niet jouw koelkast. Dus. Nee, het is niet mijn vriezer. Nee. Het is een vriezer. Vriezer. Ik doe mijn mond erop. Ja, wat heb je in je mond? Oh, een ijsje. Appelsap. Maar dan waren jullie dus, want ik was zwanger. Nou, Shen is van 2005. Ja. Dus dat is 16 jaar geleden. Dus dan was jij 12. Wow. Daar. En dan was jij 13, 14. Ik zie er echt uit als 8 of zo. Ah, oh, wel lief, hè? Ik
kon ik nooit normaal doen. Gebeurt hier, man. Oh, dat blauwe drinken. Oh, dat mis ik, hè. Smurfendrank. Ja. Oh, daar kreeg je zo'n blauwe tong van. Ja. Dat blauwe drinken. Smurfendrankje. Dat is zo lekker. Oh, oh Shandit, nou kijk jij echt naar beelden waar je gewoon wel bij was, maar niet bij was. Ik zag het niet. Ik zag zwart, denk ik. Oh, ja. Ja, vreselijk. Nee, ik vind het keihard. Is dit hard? Ja, ja, ja. Het is bijna hetzelfde als man nu heeft. Oh. Ik geloof dat we even moeten ruimen. Oh. Wat een lol! Dat was leuk, man, dat je hetzelfde hebt als ik 16 jaar geleden. Ja, dit is gewoon weer in nu. Ja, maar dat is toch hartstikke leuk? Ja, toen was jij in die skaterperiode. Ja. Juist. Met die alles baggy, zeg maar. Ja, ja. Maar leuk dat jij dan nu ook in je skaterperiode bent. Kijk, de directeur. Even naar buiten kijken. Ja. Oh, wat foto. Oh, mijn god. Hij maakt een foto met een Nokia 3310. Nee, joh. Nee. Jawel. Ja, ik denk het wel. Of probeer je ontvangst te krijgen. Ja, maar hij maakt een foto. Wauw. Wow. Kerstboom van oma. Dan is de kerst 2004. Die is alles kwijt. Alle bladeren. Ja. Ja, maar waarom maar nooit? Dat was te veel rommel. Dat was budget, hè? Dat is gewoon... Nee, dat was te veel rommel. Ja, dat was veel rommel. Ik kan me dit niet herinneren. Nee, ik ook niet. Ik kan me dit niet herinneren. Ik ook niet. Nee. Nee, ik heb geen idee. Maar soms vraag ik me dan ook af, waarom doe je leuke dingen met kinderen als ze het toch niet meer weten? Ja. Ja, het schijnt toch in je onderbewustzijn dat je dat meepakt, Milan. Ja? Ja. Ja. Dat is fijn. Zwangerschapcoach, dankjewel. Geen probleem. Hier, check. Zie je die lamp met dat haakje? Mm-hmm. Oh mijn god, dat was echt een zieke designerlamp eigenlijk. Want je kon die lamp kon je gewoon vastpakken daar, kon je naar beneden trekken en omhoog. Weet je dat nog? Ja, ja. Ja, klopt. Ja, dat was echt een geniale lamp dat. Ja. Opeens kan ik me dat herinneren. Je bent hier niet bij Ik wou net zeggen, jij doet een keer normaal. Ja, ik dacht ook al. En het is dan 2-3 seconden en dan komt er wel weer wat. Ja, kan het te lang. Ja, het duurde te lang. Oh. Dit is mooi. Dit was wat Shen zag de hele tijd. Ja. Dat is denk ik vanuit Shen perspectief. Die neemt ook een ander filmpje op. Daar ligt mama op de campus. Oh. Je zit er al bij ze zo. Alsof wij gek zijn. Ze zijn niet goed, hoor. Ja, ze zijn niet goed. Is dat dan weer? Wat doe ik daar ook? Hé, hey, Tossie is een bakker, wat doet hij? Nee, ik denk oliebollen. Oh, meen je? Oliebollen! Kijk maar naar die grote, grote bak waar opa dat altijd in doet. Ja, geheime recept. Wasmiddel, wat is het? Basmiddel! Ja, oliebollen wasje. 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 Wasje in wasmiddel. Dat is zonnebloemolie. Oh, oké. Okay. Wasmiddel. Wasmiddel erbij. Ja. Warm water. Dat staat ook allemaal in je boek natuurlijk. Dat staat ook allemaal in mijn boek. Ja, dat staat allemaal in je boek. Ja. Mijn boek dat binnenkort uitkomt. Jeetje. Oh! Wat is het? Vuurwerk. Kijk eens even. De knallers. Ongelooflijk. Netjes op een matje. Mm-hmm. Kijk eens even. Daar konden jullie uren naar kijken. Ja, dat vond ik geweldig. Dat lag dan de hele dag klaar. Helemaal top. Ja. Al die babypijltjes in die bak gelegd. Oh, dit weet ik nog zo goed. Dat was het enige moment dat jullie netjes waren. Dan ging alles netjes naast elkaar. Mm. Ja, dit was echt de mooiste tijd van mijn leven. Oud en nieuw. Vuurwerk. Ja, dat meen ik echt. Nog meer. Oh, dat waren onze eigen matjes. Ja. Dat ene was van Enzo, denk ik, of zo, van mij. En dan dat denk ik ook. En dat onze eigen soort hadden gekozen. Ja. Want we kregen toch allebei 50 euro of zo. En dan mochten we nog 50 euro van onszelf. En dan hadden we 100 euro vuurwerk. Ja, ja. En dan, volgens mij was dat het. Ja. Ja. Maar je mag het niet alleen kopen natuurlijk. Nee, dus opa en oma ging dan mee. Ja, of ik. Dat heb ik ook wel gestaan. Ik kan me niet herinneren. Opa en oma ging mee. Ja, ik weet ook alleen dat ik met opa echt ging. Ja? Nou, ik ben ook wel mee geweest, hoor. Ja? Dan ging je van tevoren, kreeg je zo'n foldertje. En dan ging je bestellen. En dat moest je dan heen brengen. En dan moest je daar wachten. En dan zaten jullie in die winkel echt zo van... Oh, alleen maar zo te kijken. Ja, zo vet. Dat weet ik heel goed. Echt heel vet. Hi, mom. Hi, schattig, hè? Het regent, jongens. Het regent. Niemand vroeg hierom. Nee. Zo mooi.
Ja, maar dat is omdat oma dacht natuurlijk, jullie mogen straks vuurwerk afsteken. Ja, ja. En het regent, jongens, het regent. Ja. Eigenlijk was ze dan stiekem blij en denk ze, dat kan niet doorgaan, want dat vond ze altijd heel eng. Ik ook dat trouwens. Ja, ja, oma vond nooit zo leuk vuurwerk. Nee. Het regent, oh god, oh god. Oh god, oh god. Ben je moeder? Oh, kijk nou. Er zit wat in. Nou, shit. Ja. Ja. 3 voor 2 euro. Oh, 3 buiken voor 2 euro. Oei, oh, die was best scherp. Daar is Milan Knol. In zijn jurk. Pas op, pas op, pas op. Oh, oh. Ik heb al die dingetjes van me. Kijk hem. Kijk dan, mooi, die jurk. Ja, hele mooie hier. Hele mooie hier. Was dat niet opa's shirt? Bro, dit is zo vet om te zien dat ik jou film. Ja? Ja. Lukt het een beetje opa? Lukt het? Helemaal zuiver. Ja. Ja. Hij is doof. Hij is doof. Jij zei hij is doof. Oh mijn god, hoorde je dat wat ik zei? Hij is doof. Het laat nog eens horen. Denk niet meer, maar. Ja. Ja, dat weet je, opa. Ik ga me snel douchen. Ja, biertje half 10. Ga jij ook? En nog steeds niet geantwoord. Nog steeds niet beantwoord. Ik was echt best wel brutaal eigenlijk. Ja, nou. Als ik dat zo hoor. Nog steeds niet beantwoord. Ik maar vragen. Ik heb het al 3 keer gevraagd. Ja, dag. Wordt er gevlecht? Toch nog een meisje. Oh mijn god, ja, ja, ja. Ja, hij lijkt er wel op, ik kan het wel heten, ja. Zeg even maar toe, je wou gewoon een meisje. Ja, je was een meisje. Had je graag een meisje gewild, ja? Tuurlijk niet. Nee? Nee, ik weet, nee, maakt er mij niks uit. Boeien. Dat maakt er helemaal niet uit. Had gekund, toch? Nee, ik had bij Milan nog wel een meisjesnaam, bij jou had ik geen meisjesnaam meer. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik had altijd wel het gevoel dat ik een jongensmoeder zou worden. Okay. Want ik ben niet zo'n meisje met allemaal, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Er zijn ook meisjes die jongensachtiger zijn of jongensachtiger. Maar ik, het voelt, het is zoals het is, hè? Ja. Ik kan wel zeggen nee, maar ja, ik ben een jongen, dus ja. Nee, serieus. Ik heb me nooit druk over gemaakt. Echt een hele operatie, hè, die wilde ik ook maken. Ja. Dat is niet erg. De proteïne. Goeie van die handen. Ja, rustig. Ja, dan ben je ook eerder klaar, jongen. Goeie grote, Henk. Het was een oliebonen. Ja, echt hoor. Ja. Ik ook. Ja, geniaal. Echt zo leuk dat opa dat altijd deed, dat oliebonen maakte. Ja, want opa kookt nooit. Nee, alleen dit doet hij wel. Oliebollen bakken, ja. Dat is echt zo leuk. Nou, eerst gezegd voor je schoteltje. Ja, nee, maar dat ding is. Schoteltje. Ik denk dat hij een auto gaat. Die zijn prachtig klaar. Oh, nou krijg je er helemaal zin in, hè? Ja, ja, kijk hoe mooi dat eruit ziet. Oh, ja, kijk. Daar staan we. Bam, bam. Boom. Dat wil niet. We hadden altijd kleding van opa. Ja. Flesje. Kijk dan wat hoe we eruit zien. Flesje. Dat zieke schoenen. Ja, vet, hè? Ja, heel hard. Jij zit in een flesje. We moesten een babybel, moesten op zich een flesje doen. Maar we deden het gewoon vanuit de hand. Ik vond het altijd zo mooi als dan jullie ook voor het raam gingen kijken en wij vuur gingen afsteken. Ja. Dat was altijd leuk. Kon je laten zien hoe je had. De wondertal. Als ze eruit zijn, moet ik zeggen, dan doe ik de volgende dag. Ja, deze die is volgens mij nu. Ook echt heel serieus mee bezig, hè? Ja. Even omhoog kijken met beltjes. Maar toen was het natuurlijk, want dit is overdag, dit is ochtends, om 10 uur. Ja, ja. Precies 10 uur. Precies 10 uur. Want vanaf 10 uur mocht je toen ja. Vuurwerk afsteken op Oudjaarsdag. Ja. Later werd dat 6 uur. En nu werd dat niet meer. Nu, nee, ja. Ja, nee, dat klopt. Ik doe het niet meer. Dus. Maar jij vindt het niet meer leuk, hè? Nee. Ja, pot aansteken vind ik nog wel leuk. Op oud en nieuw. Vorig jaar kreeg ik gewoon een pot van Enzo. Dat vind ik wel cool. Maar om echt die kleine dingetjes en die pijlen en nee joh, dat is toch maar niks. Gewoon zo'n grote pot en dan aansteken wii, en dan wii, nou weer naar binnen. Ja. Was echt klokslag 10 uur was het wop naar buiten. Gaan, ja, ja. Ik zit alleen maar rook. Ja, wat, ja, terug naar de oké. Dat is met een stem. Kijk eens dan.
Hij staat er nog steeds. Dat is een hele Het was geen mooi weer toen. Nee. Nou, nou, kijk eens even. Nou, oliebollen. Dat was onze kerst. Oudjaar. Oh, ja, oudjaar. Ja. Gelijk. Nou, dat was wel leuk. Nou, dat is toch? Ja, dat was superleuk, zeker weten. Nou, dit was toen dus dat Shander nog niet was. Ja, hij was er wel, maar nog niet geboren. Een soort van. Een soort van. Maar wel leuk om te zien. Wel, wel leuk om haar zwanger te zien. Ja, wat hè? Ja, dat is wel gek om te zien. Ik kan me niet voorstellen. Ja, ik weet het natuurlijk nog heel goed, maar... Ja, maar waarschijnlijk weet je de bevalling het best. Ja. Ervaar je dat dan nu als je terugkijkt naar leuk of gewoon... Ja, dat is heel leuk. Pijnlijk. Denk je dan aan de pijn als eerst of niet? En vergeet je. Ja, vergeet je. Je weet het. Ja, anders nam je geen drie. Nee, neem ze niet. Ja, was het ook alweer. Ja, je krijgt ze. Ja. Nee, maar Shen was wel de moeilijkste bevalling. De langste bevalling. Langste. Want? Nou, zeker de langste. Ja. Het duurde heel lang. Het duurde heel lang. Shen, die vergeet een ding. Ik kan wel alle drie zitten. Oh. Nou, mooi joh. Ik had het geen eens in de gaten. Ik zag jullie twee dit doen. Ik heb dat gelezen, dat als je heel erg naar elkaar luistert, dat je zelf gaat zitten. Zie je? Ja, maar dus jij luisterde? Echt? Ik lees waar ik aan Nee, hij luisterde niet. Jij luisterde niet. Dat zie ik in mijn podcast ook. Vanochtend een podcast opgenomen en hij ging zo zitten. En toen merkte ik dat ik zelf ook zo ging zitten. Dat doe je automatisch, dat je gaat elkaar mimiken. En als je dan in elkaar echt oprecht geïnteresseerd bent. En als je dan door hebt dat je dat gaat doen, dan denk je, oh, misschien moet ik niet hetzelfde gaan zitten. Klopt. Ja. Dit was dus... Dit was het. Dit was het. Ja, dit was het, jongens. Dit was het. Laten we nou afsluiten. Ja. Bedankt voor het kijken. Vergeet je dit was het. Dit was het, jongens. Ik ga een koekje halen. Dit was het. Doe nou. Dit was... Doe maar. Ik heb het niet helemaal onder controle. Dit was het einde van deel 3. En deel 4 komt binnenkort ook. En die wordt ook heel erg leuk. Shander, die komt dan erbij, denk ik. Dat hoop ik. Ja, misschien ook niet. Misschien wordt deel 4 ook wel verder met de oliebollen en het vuurwerk. Geen idee. Ik vond het in ieder geval heel leuk. Vond je het leuk? Ik vond het ook leuk. Ondanks dat je niet bij was. Ik was er niet bij. Ben je helemaal voor niks hierheen gekomen? Ja. 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 Ja, reiskostenvergoeding. Nou, weet je wat? Dan gaan we direct deel 4 ook opnemen. Ja. We gaan deel 4 opnemen. Dus... Volgende keer deel 4. Dit was deel 3. Ja. Bedankt voor het kijken. Hey, tot de volgende video. Hey. Doei. Nou ja, Shannon en ik nemen voor de afscheid. Niet van elkaar, maar wel hier. Doei.